27 bedrijven werden voorgedragen voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2016. Doel van deze verkiezing is om ondernemers in Oost-Groningen nadrukkelijker op de kaart te zetten. Deze prijs is een initiatief van de gemeente Oldambt en de Ondernemersclub Oost-Groningen. 3 bedrijven werden door de jury als finalist geselecteerd. Er werd onder andere geselecteerd op ondernemerschap, werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie. Dit zijn de sleutels, mensen kunnen vijf blijven. In mei 1985 werd in Nieuweschans het eerste kuurcentrum van Nederland geopend. Na het eerste jaar werd tevens de kuurpolykliniek geopend, waar onder leiding van een dermatoloog mensen met een huidziekte, psoriasis, behandeld werden. In 1986 kwamen er al 80.000 bezoekers. Daarna groeide Fontana uit met onder andere een hotel, saunaplein en diverse kuurstudio's. Hiermee is Fontana Bad Nieuweschans uitgegroeid tot een modern en toonaangevend centrum. Reisbureau Klooster, vanuit het touringcarbedrijf in de jaren 60 ontstaan, is gestart als pionier in de Nederlandse reiswereld met onder andere samenwerking met De Magneet, de voorloper van Holland International. In de afgelopen 45 jaar is het reisbureau uitgegroeid tot een van de grootste onafhankelijke reisbureaus in het noorden van het land. Bij Klooster vindt u meer dan 20 specialisten op verschillende vakgebieden. Bij alle medewerkers staan kwaliteit, service, betrouwbaarheid en persoonlijk contact hoog in het vaandel. In april 2010 is Reisbureau Klooster door een vakjury verkozen tot beste reisbureau van Groningen en als tweede van Nederland. Begin 2012 werd daarbij uitgeroepen tot beste reisbureau van Nederland. Met ruim 5 miljoen pallets per jaar is PKF Post één van de grootste Nederlandse palletproducenten. PKF Post is een zeer milieubewust bedrijf. Dit gaat verder dan wettelijke verplichte normen. Werken met natuurlijke grondstoffen schept de verplichting om zorgvuldig te produceren. De werkwijze is zonder meer uniek te noemen. Van online order tot machinaal geproduceerde pallet, alles wordt digitaal verwerkt en gevolgd. De kwaliteitscontrole van de productielijnen is op deze manier maximaal. Voor de producent van houten pellets is logistieke dienstverlening het sleutelwoord. Dit besef is in alle geledingen van het bedrijf, van directie tot productiemedewerkers, doorgedrongen en er wordt ook dagelijks naar gehandeld. RSE Telecom was de winnaar van 2014. Het logo mogen ze nu niet meer voeren. Wat doet dat met jullie? Ja, geef gewoon een goed gevoel dat we hem hebben mogen voeren. Wat heeft het jullie opgeleverd? Ja, zeker heel veel naamsbekendheid voor wat we hebben gehad. En zeker ook een stukje waardering naar de medewerkers toe. Dus eigenlijk best wel heel veel. En je mag 2 jaar lang toch een prijs voeren. En die mag je breder uitmeten. Dus we zijn er erg blij mee geweest. Beste Oost-Groninger ondernemer werd Jos Keizer van Fontana Bad Nieuweschans. Van harte gefeliciteerd. Nou, hoe blij ben je met deze prijs? Ja, heel blij. Ik ga bijna zweven. Okay. Ja. Wat doet het met je? Nou ja, dat ik bijna ga zweven. En dat ik trots ben. En dat het een prachtige bekroning is. En een onderstrepen van een hele mooie teamprestatie. En een hele mooie mijlpaal in een hele carrière van lang buffelen. Ja. Het is goed. Het kan altijd beter. Wat gaat er beter worden?
Het moet altijd wel iets beter. Omdat nu eenmaal de wensen en de behoeften van de gasten ook wel in de loop van de tijd veranderen. En omdat je ook weet dat je ook nog wat beter kunt. En dat moet je proberen eruit te halen. En ook mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen in de markt. En nieuwe behoeften. En meegroeien met de dienstverlening. Dus ben je altijd, elke dag, ben je daar in meer of mindere mate mee bezig. Kunnen jullie nog uitbreiden? Nou ja, uitbreiden in de zin van capaciteit in totaal aantal bezoekers, dat wordt best wel lastig. Want er zijn best momenten dat het af en toe vol zit. Maar dat neemt niet weg dat je wel kunt uitbreiden in kwaliteit en kunt uitbreiden in het aantal faciliteiten waarover die aantallen gasten zich kunnen verspreiden. Nou, dat gaan we ook doen. We gaan dit jaar weer flink investeren in nieuwe faciliteiten. Zodat die gast zich ook daadwerkelijk over meerdere faciliteiten weer kan uitspreiden en daar keuzes in kan maken. En daardoor de totale beleving ook weer prettiger wordt. Hoe groot is je team waarmee je dat doet? Waarmee we dat doen is iedere keer een anders van samenstelling. In ieder geval ben ik dat zelf. Dat is een adjunct directeur en dat is de hoofd van de technische dienst. Maar als het bijvoorbeeld om een keukenconcept gaat, dan is de chef-kok erbij betrokken. En ook de hoofd van de restaurants. Als het gaat om typische sauna-faciliteiten, dan is het hoofd van de termen daarbij betrokken. Als het gaat om marketingzaken, hoofd marketing. Dus zo zoek je iedere keer een andere samenstelling van team, afhankelijk van het onderwerp waarmee je bezig bent. En dan lopen maar altijd wel een paar onderwerpen. Dus ook altijd verschillende teams waarin je dat doet. Okay. Nou, ik wens je een mooie toekomst. Nou, hartelijk dank. Feestje! Ja, zeker. We gaan nu er eentje drinken. Ja.